Leuk dat jullie er allemaal zijn. Vandaag is het de derde aflevering van Schoolplein. En ik ben nu bij basisschool De Paperclip. En vandaag ga ik jullie allemaal leren kennen. Zometeen komen een aantal van jullie naar voren toe. We doen een aantal activiteiten, spelletjes. En we gaan een aantal gesprekken voeren. Het wordt vandaag gewoon een hele gezellige dag. Dus we gaan gewoon beginnen. Ja, en we gaan beginnen met het eerste onderdeel. En dat is de talent uit de klas. En ik heb naast mij twee hele stoere en muzikale jongens naast mij staan. Stel je eens even voor. Ik ben Eren, ik ben 11 jaar. Oké, okay. En hè? En ik ben Guido, ik ben 12 jaar. En jullie zijn heel erg muzikaal, zei ik net al. En waarom? Wat is jullie talent? Beatboxen. Jullie kunnen beatboxen? Ik ben wel heel erg benieuwd ook. Hoe zijn jullie erbij gekomen om te gaan beatboxen? Natuurlijk klein, want ik hoorde steeds op tv en op YouTube en zo mensen die beatboxen. En dan probeerde ik het natuurlijk gewoon ik zelf ook. Ja, ja. En het is wel heel erg stoer, hè? Vind je niet? Vind je niet stoer? Niet nee? Ik vind het eigenlijk gewoon normaal. Ja. Gewoon heel erg normaal, ja. Ja. En jullie beatboxen ook vaak samen? Of, ja. Ja, ja, meestal. Ja. Dus dat betekent dat jullie ook wel goede vrienden van elkaar zijn? Ja. Ja. En na schooltijd... spreken jullie vaak met elkaar af en zeggen van, hey, ga je met mij, gaan we beatboxen of is dat gewoon... voetballen. Ja, gewoon voetballen. Oh, gewoon voetballen. Ja, ja, ja. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd. Trouwens, doen jullie wel eens mee aan beatboxwedstrijden? Nee. Wel eens gedaan? Ik heb nooit gedaan. Niet? Ik ook niet. Okay. Dus moet je nog eventjes oefenen misschien en dan... Ja. Ja? Ik ben wel benieuwd hoor. Nou, laat jullie eens wat horen, zou ik zeggen. Begin maar, Ellen. Mogen jullie mij ook al komen leren, want ik vind het wel heel erg stoer. Dank jullie wel. Ja, dank je wel. En het is nu tijd voor een gesprek met de leraar of lerares. We gaan kennis maken met juffrouw Kirsten. Hallo juf Kirsten. Hallo. Hallo. U bent lerares van groep 7, als ik het goed heb. Klopt. Ja. En wat is nou eigenlijk zo leuk om juffrouw te zijn? Eigenlijk alles. Het is heel divers. Kinderen zijn elke dag anders. En elk kind is verschillend. Dus op het moment dat je 18 kinderen in je klas hebt, heb je 18 hele kleine, jonge individuutjes. Ja. En dat is heel leuk om mee te werken. Heb je dan geen lastige kinderen erbij? Heel veel. Nee. Heel veel? Oh. Ja, ik zeg altijd zo, als je alleen maar lieve kindjes in je klas hebt, dan is een dag ook niet echt spannend. Dus ja. Ik vind het niet zo erg als kinderen af en toe een klein beetje lastig zijn. Maar eigenlijk mogen ze dat niet horen nu natuurlijk. Ja. En ik wil ook wat meer van jezelf weten. Wat doe je eigenlijk vaak in je vrije tijd? Ik hou heel erg van uitslapen. Dat zeg ik ook altijd tegen de kinderen. En door de week lukt dat natuurlijk nooit als je 5 dagen voor de klas staat. Dus zaterdag is mijn nationale uitslaapdag. Ja. En voor de rest hou ik van zingen, van winkelen, van gezellig in de tuin zitten als het mooi weer is. Ja. Lekker lezen. Ja, een hoop dingen eigenlijk. Lekker genieten van het leven. Lekker genieten. Ja. En heeft u ook nog huisdieren of kinderen? Nee, alle twee niet. Nou, trouwens, jawel. En ik moet niet nee zeggen. Wij hebben vissen.
En mijn man is dol op vissen en ik helemaal niet. Maar uiteindelijk hebben we dus toch 2 aquaria in huis. Ja. En sinds kort ook babyvisjes. Dus elke dag belt hij op. En hebben we nog babyvisjes. En dan moet ik dat even in de gaten houden. Ja. Maar dan help je er toch wel even een beetje mee. Hè? Met de viskom schoonmaken. Nou, nee hoor. Niet? Ik kijk er naar. Oh. Goed. Nu wil ik even wat meer weten over groep 7 zelf. Wat voor dingen maken jullie allemaal mee de laatste tijd? Nou, we hebben het heel erg druk. Naast het gewone werk en we hebben nu heel hard gewerkt voor het tweede rapport. Die hebben we vorige week gehad. Ja. In eind april, begin mei komt de CITO-entry-toets. Daar zijn ze al een beetje zenuwachtig voor. Dus daar moeten we nog heel hard voor oefenen. En daarnaast hebben we een hoop uitstapjes naar het Stedelijk Museum, naar de bibliotheek. We doen nog mee aan de Nationale Rekendag over een tijdje. We gaan nog meedoen met Circus Rotje Knor. We gaan nog naar de film, we gaan nog naar de boerderij. Dus we hebben het heel druk. Zo, heel veel leuke dingen. Ja. Ja. En zijn er nog dingen die je wil vertellen over de klas? Wat ze nog hebben meegemaakt? Of... ze hebben een hoop meegemaakt. Naast de uitstapjes die nog komen, hebben we er al een hoop gedaan. We zijn in de Poldersloot geweest en we zijn het jaar goed begonnen met de Efteling met z'n allen. Zo. Dus dat was heel erg leuk. Ja. Dus zit hier echt goed, hier zo op de paperclip. Zeker. Ja. Nou, juf Kirsten, mag ik je heel erg bedanken. Graag gedaan. Voor het leuk gesprek. Okay. Dankjewel. En we gaan nu beginnen met de scholenwedstrijd touwspringen. En hiervoor heb ik nodig Jurgen en Tirza. We beginnen met Jurgen. Jurgen, kom alsjeblieft naar voren. Jurgen, ben je een beetje zenuwachtig? Nee. Nee, helemaal niet? Dat is helemaal goed. En heb je een beetje geoefend? Want de hoogste stand is nu 133. In 1 minuut tijd, dus je moet wel snel uitspringen, hè? Ja. Heb je geoefend? Nee. Gaat wel lukken, denk je? Oké, dan geef ik je nu de touw. En je hebt 1 minuut tijd en je moet gewoon lekker door blijven springen. Je klasgenoten gaan lekker met ons meetellen. Dus kom een stukje naar voren toe. Ja, zo hier zo. En dan gaat de tijd nu in. 1 beetje, goed? Ja? Veel. Meer dan 133 heb je geprobeerd? Nee, dat niet. Nee, dan moet je nu wel proberen. Wel meer dan 80. Wel meer dan 80. Oké, dat is wel in ieder geval goed. Ben je een beetje sportief? Jawel. Ja? Ik speel vaak buiten met mijn broer. Oh, dat zal ook vast wel helpen. Nou, hetzelfde geldt voor jou. 1 minuut tijd. En je klasgenoten die tellen lekker mee. Ja? Oké, kom eventjes een beetje hier staan. Ja. Dan gaat jouw tijd nu in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 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
hartstikke goed gedaan. Vermoeid, hè? Dank jullie wel. En de uitslag, Jurgen, ja? Ja, 79. 79 keer? 76. Teerza 76. Ja, en het is voorleestijd. En Tylie, die gaat nu een stukje voor me voorlezen. En Tylie, ja. jij houdt van lezen? Ja. Ja, je leest vaak boeken? Ja, ik lees heel vaak boeken. Ja. Wat voor boeken lees je het liefst? Heel veel soort boeken, spannende, leuke, zoveel om op te noemen. Ja, heel erg leuk, hé. En jij gaat dan een stukje lezen uit het boekje. Welk boek heb jij gekozen? De Dikke Meester Jaap. De Dikke Meester Jaap. Waar gaat het boek over? Het zijn allemaal grappige verhalen over meester Jaap en zijn klas. Oké. En de schrijver van het boek, dat is Jacques Vriend, zie ik staan. Ja. Heb je vaker boeken van hem gelezen? Ja, een beetje. Ja? Heb je ook een lievelingsschrijver of dat heb je niet? Niet echt. Ja, echt. Okay. Kan je even in het kort vertellen waar, waar meester Jaap over gaat? Ja, het zijn heel veel verhalen die ze allemaal hebben. Ja. Elke keer zijn er andere verhalen. Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd waar jij een stukje uit voor ons gaat voorlezen. Jij hebt een beetje geoefend, ja? Ja. Okay. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd, dus dan kan je beginnen. Okay. Meester Jaap pest. Na de kerstvakantie is er een nieuwe jongen in de klas gekomen. In het begin deed iedereen nog aardig tegen hem. Maar na 3 dagen zei Benjamin, wat een slome is die Stefan. Maar Loes en Lieke vonden hem een lulletje. Daan vroeg, kun je niet de verstelling hoger? Want als Stefan iets in de kring vertelt, verraadt hij zo langzaam dat zelfs de stoelen in slaap vallen. Verder vonden ze dat hij de verkeerde schoenen droeg, stomme truien, rare broeken en zijn haren zaten dom. Meester Jaap was al een keer flink boos geworden. Daarna hield het gepest op. Maar nu, na een paar dagen, is het weer begonnen. In de pauze doet Stefan mee met basketbal. Gooi nou slak! Gilt Lieke. Benjamin slaat de bal uit zijn handen en roept, man, stop een rotje in je reet. Ineens wordt Steven kwaad en geeft Benjamin een dreun in zijn maag. Die wil hem aanvliegen, maar juffrouw Franca van groep 6 komt nu tussen beiden. Naar binnen, zegt ze. Op hetzelfde moment gaat de bel en gaan alle kinderen naar binnen. In de gang drommen Benjamin, Daan, Lieke en Marloes om Steven heen. Slumko Nijmertje duffe kapsel, moet je die wijde broek zien, zeker voor zijn pamper. En ineens horen ze achter zich de stem van meester Jaap. Zo is het wel genoeg. De kinderen schieten snel de klas in. In de kring, commandeert meester Jaap. 1 voor 1 kijkt hij de kinderen aan. Rolf fluistert tegen Jeroen. Attentie, allemaal aan dekking. Het blijft minutenlang stil. Dan begint meester tergend langzaam te spreken. Ik wil het eens hebben over die haren van Benjamin. Veel te lang, dat stoort mij. Misschien zitten er wel beestjes in. En kan het stomme staartje van Daan er niet eens af? Trouwens, die rode broek van Lieke vind ik helemaal nergens op slaan. En dan die vieze gel in de haren van Marloes. Wat smerig. Alsof je een lijmpot op je kop hebt omgekeerd. En Malene met haar nette kleren. Je hoeft toch niet altijd in je communiejurkje op school te komen? Nou, ontploft Malene. Doe het zo achterlijk. Maar meester Jaap gaat door. Iedereen krijgt een beurt. Sommige kinderen protesteren. Anderen beginnen zenuwachtig te giechelen of worden rood. Dan staat meester Jaap op, loopt dus een mannequin uitdagende kring rond en roept... En moet je die rare meester Jaap zien met de schoenen uit de prehistorie en zijn eeuwig geblokte hemdjes. En dan het vieze luizenbaardje van hem. En die schele draagt ook nog zijn dom brilletje op zijn vette neus. De hele klas zit nu te lachen. Meester Jaap gaat weer zitten. Zo, zegt hij. Nu weet iedereen hoe het voelt. Er wordt niet meer gepest, anders pest ik terug. De kinderen knikken instemmend. Zelfs Benjamin. Hij neemt zich voor om mee op te houden. Nou ja, hij zal het proberen. Nou, Telly. Lijkt, je hebt het heel erg mooi voorgelezen. Dank je. En ik bedank je wel. En het is nu tijd voor het 2 minuten reclameblok voor de directeur. Meester Hans!
Hallo. Hallo. Hoi. Hallo. Hans de Wijs. Ja, hallo. Van de Paperclip. Ja. Is helemaal gezellig hier. Ja, werd hij een beetje zenuwachtig hier, hè? Ja, ik heb het een beetje warm. Ja, ja, dat geloof ik ook. Dat is spannend. Ja. U weet wat de bedoeling is. Twee minuten krijgt u zo tijd om wat te vertellen over de Paperclip. Ja, ga ik doen. Bent u een beetje voorbereid? Ik ben helemaal voorbereid. Ja? Ja. Oké, ik ben benieuwd. We vergeten niet de hoed. Er is wel een hoed geregeld. Ja, er zijn twee kinderen. Seltjan en Mayeda. Ja? Die hebben een prachtige hoed gemaakt. En als je heel goed naar die hoed kijkt, dan snap je ook gelijk waarom wij de Paperclip genoemd. Ik ben benieuwd. Kunnen ze naar voren komen? Nou, ik zie het, hè? Ja, inderdaad, zeker. Allemaal Paperclips. Ja, leuk. En dan mogen jullie het ook opzetten voor meestal stand. Ja, we trekken hem eroverheen. Ja. Helemaal goed, als gegoten. We hebben jullie hard aan gewerkt, hè? Ja, is leuk geworden, hè? Ja, zeker weten. Zo meteen gaan de 2 minuten tijd in. Bij de laatste 5 seconden dan tellen we met z'n allen af. Oké. Okay. De tijd, die gaat dan nu in. Nou, daar gaan we. Zoals jullie zien heb ik een prachtige hoed met paperclippen. En in de zaal zitten eigenlijk ook allemaal paperclippers, want die horen bij onze school. En ik wil even uitleggen waarom wij de Paperclip heten. We zien hier een stapel met gekleurde blaadjes. Dat zijn eigenlijk alle verschillende kinderen die heel de schoolloopbaan bij ons zijn. Die gaan allerlei dingen leren. En aan het einde trekken we de paperclippen van af. Dan gooi je eigenlijk die blaadjes weg en die waai je dan naar verschillende kanten. En dat is eigenlijk ook wat de kinderen doen aan het einde van de schoolloopbaan. Die gaan er naar verschillende scholen toe. De paperclip, als je daarna zou kijken naar onze school, dan zou je een aantal dingen kunnen zeggen. Wij zijn er voor de kinderen. Wij proberen eruit te halen wat er bij die kinderen in zit. Daar hebben wij een heel goed team voor. Meesters en juffen die alle dagen knetterkeihard werken voor die kinderen. Maar die kinderen werken natuurlijk knetterkeihard. Nou, wij zijn een school. Ja, wij zijn eigenlijk heel sterk als school als je kijkt naar normen en waarden, gedrag. Die kinderen die gedragen zich eigenlijk voortreffelijk. Ze werken goed. We doen hele goede dingen op het gebied van kunst. We hebben net een heel groot kunstproject achter de rug. We hebben elektronische schoolborden. We hebben bijna voor nou 20, 22 kinderen een laptop. Dus ze kunnen ook laptop lessen draaien. We hebben een fantastisch schoolplein met een echte heuvel. We staan in een wijk die, daar wordt heel veel voor gedaan in de wijk Oost. Ik ga regelmatig naar een wijkoverleg en dan maak ik me ook een beetje sterk voor deze buurt en deze wijk. En als ik kijk bijvoorbeeld wat er in onze school verder te vinden is. Wij hebben een prachtige bibliotheek. Nou, we hebben net al gehoord hoe het voorlezen gaat. Het lezen is ook erg goed op deze school. We hebben een prachtig educatief service pluspunt. Waar de kinderen 3 keer in de week hun boek kunnen gaan ruilen. We hebben een prachtige ouderkamer. We hebben hele goede methodes. En ja, ga snel hè, meestal. Ja, vlieg voorbij. Ik kan nog veel meer kunnen vertellen. Dankjewel, Ivor. Oké, bedankt. Ja. En we zijn alweer aangekomen bij het laatste onderdeel. En dat is de jongens tegen de meisjes schoolpleinquiz. Hierbij strijden dus 2 jongens tegen 2 meisjes. En we gaan jullie eventjes voorstellen. Zeg even wie je bent en hoe oud je bent. Ik ben Kelvin en ik ben 11 jaar. Ja? Ik ben Melvin en ik ben 10 jaar. Ik ben Gökçe en ik ben 11 jaar. Ik ben Lakisha en ik ben 10 jaar. Nou jongens en meiden, ik weet niet of jullie al weten wat de bedoeling is. Ik ga jullie zo meteen een aantal vragen stellen. Vragen over rekenen of over taal. En een aantal Schiedam vragen. Zodra je het antwoord weet, dan moet je zo snel mogelijk toeteren. Als je het fout antwoord geeft, dan mag de andere partij het proberen. Ik moet wel even zeggen, de vorige keren, toen hebben de jongens wel heel erg gewonnen. Dus meisjes, jullie moeten ook wel een beetje inzetten om een keer een meisje te laten winnen. Maar jullie moeten natuurlijk ook, jongens, jullie moeten natuurlijk ook jullie best blijven doen. Zijn jullie er klaar voor, jongens en meiden? Ja. Oké, dan gaan we nu beginnen met de vragen. Waarom heet deze school de Paperclip? Ja, zeg maar. Mm.
Weten jullie het, jongens? Nee. Jullie weten het niet? Nou, de vraag op waarom heet deze school de paperclip, zal ik zeggen. De kracht van een paperclip zit hem in het feit dat een paperclip alles kan binden, ongeacht de verschillen tussen datgene dat hem samen bindt. Ja, lastige vraag. Vraag nummer 2. Hoeveel meesters en juffen staan er voor de klas op de paperclip? Dus, hoeveel meesters en juffen staan er voor de klas op de paperclip? Raad even wat, als je het echt niet weet, probeer wat. 20. Nee, het is niet 20. Probeer ook wat. Ongeveer 40. Nee, dat is ook weer te veel. Ik zal het even zeggen. 28 meesters en juffen, maar als je de 2 stagiaires mee rekent, zijn het er 30. Volgende vraag. Hoe spellen niet-paperclippers het woord paperclip? Ha! Ja, zeg het eens. P-E-P-E-R-K-L-I-P. Nee, dat is fout. Weten jullie het? Dus hoe spellen niet-paperclippers het woord paperclip? P-E-P-E-R-C. Ja. Dat is bijna goed, maar het is P-A-P-E-R-C-L-I-P. Jammer. Zo, volgende vraag. Wat is de persoonsvorm in de volgende zin? Wij vinden de paperclip de leukste school van de wereld. Ja, vinden? Dus. Klopt, inderdaad. Applaus voor jou. De volgende vraag. Noem 10 van de 12 provincies in Nederland. Ja. Even kijken. Noord-Brabant. Ja, dat is 1. Zuid-Holland. Ja. Zeeland. Ja. Limburg. Ja. Noord-Holland. Utrecht. Lelystad. Ja. Even denken. Lelystad niet. Noord-Holland. Groningen. Noord-Holland. Zuid-Holland. Ja. Drenthe. Friesland. En Groningen. Ja. We zijn al bij de... Ja, dat is wel goed. Jullie krijgen van de juf of meester €3 met z'n vieren. Hoeveel euro krijgt ieder? Ja, zeg maar. 75 cent. Klopt, inderdaad. Hij is goed. Volgende vraag gaat over meester Hans. Hoe lang werkt hij al op de paperclip? Ja, zeg maar. 20 jaar? Ja, 20. Oh, spannend. Noem de 5 zintuigen in je lichaam. Ogen, neus, oren, mond en... Dit zijn niet de 5 zintuigen. Oh, dat is ruiken, zien, horen, voelen en proeven. Ja, klopt. Yeah! Volgende vraag. Er zitten bijna 360 kinderen op de paperclip. Stel dat 70% van al die kinderen later juf of meester willen worden. Hoeveel kinderen zijn dat ongeveer? Dus 360 leerlingen? Ja? Ongeveer 130? Nee, dat zijn niet ongeveer 130. Weet jullie het? Er zijn ongeveer 360 leerlingen op de paperclip. Ongeveer 70% die wilt later juffrouw of meester worden. Hoeveel leerlingen zijn het ongeveer dan? Vijf seconden nog. Ja, voorbij. 200? Nee, het antwoord is ongeveer 250. Volgende vraag. Zet de volgende zin in voltooide tijd. Wij gaan met plezier naar de paperclip. Zeg maar. Ja, dan gaan we naar de meisjes toe. Weten jullie het? Dus je moet de volgende zin in voltooide tijd zetten. Wij gaan met plezier naar de paperclip. Wij gingen met plezier naar de paperclip.
Nee, het antwoord is, wij zijn met plezier naar de paperclip gegaan. Nu een aantal vragen over Schiedam. Weet jullie een beetje wat over Schiedam? Nee. Nou, dat is het nu tijd voor, hè? Oké. Waar zit in Schiedam het stadskantoor? Dus waar zit in Schiedam het stadskantoor? 5 seconden geef ik jullie. Probeer het, ja? Misschien centrum of... Nee, ik zal het zeggen. Het antwoord is het stadserf. De volgende vraag. Hoe heet het bureau waar je naartoe moet als je iets gedaan hebt wat niet mag? Zeg maar. Politiebureau. Nee, het is niet goed. Weten jullie het? Bureau Halt. Klopt, ja hoor. Goed. Welk bedrijf houdt het afval op? Haalt het afval op in Schiedam? Ja? Irago. Ja, goed, Irago. Volgende vraag. Hoe heet de Schiedamse basketbalvereniging? Ja, jullie mogen het hè? Juventus. Klopt. Wij rekken op, hè? Ja. In welke wijk van Schiedam wordt Koninginnedag gevierd? In welke wijk van Schiedam? Nee, wacht. Dat is een... Jongens, weten jullie het? Nee. Een ketel. Nou, bij de laatste vraag zijn we aangekomen. Hoe heet in Schiedam de begraafplaats? Weet jullie het, jongens? Nee. Meisjes? Niet? Dan ga ik het antwoord geven. Het antwoord is Beukenhof. Ja. Nou, de jongens die voor mij hebben die gewonnen. Ja. De stand. 5-3 gewonnen. Met 5-3. Ja. Applaus voor de jongens. Ja, en de jongens hebben alweer gewonnen tijdens deze aflevering. En dus elke keer mogen de jongens dan de dames opmaken. Ik heb hierbij allemaal pruikjes bij me liggen en lippenstift en oorbelletjes. Dus jullie mogen jullie eigenlijk helemaal uitleven op de dames. Dus begin ermee, zou ik zeggen. Vandaag waren we te gast bij de Paperclip. Ik vond het echt hartstikke gezellig.
En ik vind het leuk dat ik jullie school een beetje heb leren kennen. En ja, dit is dan het einde van het programma. Dankjewel.